Honderden tekeningen, foto's en een boek vol verhalen kregen medewerkers van het Kinderhartcentrum in het UMCG gistermiddag. Met deze actie wilden een aantal moeders de mensen van het kinderziekenhuis bedanken voor het zorgen voor hun kinderen. Afgelopen december werd bekend dat het hartcentrum in Groningen moet sluiten. Maar vorige week heeft de minister zijn besluit toch uitgesteld. Er wordt nu eerst onderzoek gedaan. Daarom vonden de initiatiefnemers van de actie het tijd om de medewerkers even extra in het zonnetje te zetten. Jee, wat mooi. Kijk eens, wat een held. Ik heb zelf een dochter die hartenkind is en zij heeft meerdere malen op de kinder-IC gelegen. En ik miste toen een soort van steun of hoop wat je kunt hebben. En het is eigenlijk de bedoeling dat die foto's op de gang van de kinder-IC komen te hangen. Dat je, als je daar dus langs loopt en je hebt gewoon een heel negatief moment of dat het gewoon niet goed gaat, dat je toch uit die foto's kunt reflecteren dat het ook gewoon misschien wel goed kan komen. En nou ja, goed, dat je kind ook gewoon een puber kan worden of gewoon een volwassene. En we hebben zelfs een man van 63 ertussen liggen. Dus dat het gewoon wel te bereiken valt. Het was totaal onverwachts voor mij. Ik werd opgeroepen of ik even wilde komen. En toen kwam ik hier en ja, dit is gewoon een van de meest prachtige dingen die je kunt doen. Want uiteindelijk, waar je het allemaal voor doet, is voor de patiënten. En dat het hen uiteindelijk goed gaat. En moet je kijken naar dit snoetje. Als je dat ziet, dat is hetgene waar je het uiteindelijk voor doet. En dat is niet met woorden te beschrijven. Dat zit gewoon hier in je hart. Omdat ze zoveel voor ons hebben gedaan. En dat ze ook gewoon naast hun gewone werkzaamheden om voor kinderen nu te zorgen, dat ze ook nog hun strijd moeten leveren in Nederland, in de Tweede Kamer en tussen andere ziekenhuizen. En dat wilden wij echt even laten zien. We wilden onze waardering ervoor uitspreken en dat is denk ik wel gelukt. Daarom is de actie ook bedoeld om het belang van het Kinderhartcentrum opnieuw onder de aandacht te brengen. Naast dat het gewoon ons vertrouwde artsen zijn, vind ik het ook belangrijk dat ook gewoon de regionale spreiding goed op de kaart moet gezet worden. En ik vind het gewoon absurd dat er gewoon twee in de Randstad moeten komen en dat de rest van Nederland zonder hartzorg zit. Dat ten eerste en ook gewoon alle expertise die hier al 75 jaar opgedaan wordt. En ik denk toch dat het belangrijk is dat goede zorg niet afhankelijk mag zijn van waar je woont. En dat laat het goed zien. Het allerbelangrijkste is en blijft die patiënt waar het om draait. En als het beste voor de patiënt zou zijn dat elders in het land zou zijn, dan zou ik daar helemaal achter staan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hartcentrum hier openhouden, dat het beste is voor deze patiënten. En niet alleen deze, maar voor een grotere groep dan dat. En daarom is het zo belangrijk.